Welkom bij Café Wilsmers. Mijn naam is Artie Blok en vandaag zijn de rollen omgedraaid. Tegenover mij zit Paul Cliteur. Die gaf mij bij de vorige uitzending een boek. Ja. Te weten dit boek. Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders. Zeker. Hou zo'n beeld. Goed boek. Heerlijk om te lezen. Dankjewel. En helemaal omdat het van een academicus komt. Ja. Deze vier mensen, Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders, wat hebben die met elkaar gemeen? Waarom een boek over deze vier individuen? Alle vier deze individuen, dank overigens voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn, Arthur. En ook een beetje over Wilders te praten, nu naar aanleiding van mijn boek. Ja, vorige keer hebben we twee boeken van jou besproken. Erg leuk, over twee verschillende fasen in het leven van Wilders. Dit gaat eigenlijk over een proces rond Wilders, over waarin die uiteindelijk is veroordeeld voor de minder uitspraak over Marokkanen. Wat die vier mensen met elkaar gemeen hebben, dat is dat ze alle vier te maken hebben gehad met acties over de juridische vervolging van wat ik dan noem vreemdelingenvrees. Voor de mensen die dit niet meer weten, Brigitte Bardot, wat had ze precies gezegd? Brigitte Bardot was natuurlijk filmster, is heel bekend tegenwoordig. Ze leeft nog steeds overigens. Hij is in de 90, denk ik inmiddels. Ja, omringd door dieren. Dat is ook van belang, dat omringd door dieren. Omdat het is een enorme dierenvriend of dierenvriendin, hoe je het wilt noemen. En zij ging zich op een bepaald moment sterk maken in Frankrijk. Ze woont natuurlijk in Frankrijk. Mm-hmm. Voor het bestrijden van het onverdoofd ritueel slachten. Right. En dat onverdoofd ritueel slachten, dat is een onderdeel van Joodse religie en van de islamitische religie. En als je dus het onverdoofd ritueel slachten aanpakt, en dat deed dan zij, pak je indirect ook die, dan pak je indirect ook die religies aan. En dat heeft haar natuurlijk meteen de naam opgeleverd van islamofoob en racist ten aanzien van moslims. Is en ze veroordeeld? Dus ze is al, ik heb de teller niet bijgehouden. Maar ze is al 5 keer veroordeeld. Okay. Iedere keer met forse geldsbedragen. Nou is die dame niet onbemiddeld, maar toch wel vervelend. Ze is al een aantal keren veroordeeld. Ja, 5 keer. En hebben we Fallaci? Ja. Wat heeft hij... Ja, dat is een collega van jou strik genomen. Je ziet er ook wel een beetje Italiaans uit, hoewel ik weet dat je die bent. Maar zij was een Italiaanse journaliste. Right. En zij heeft een aantal hele kritische boeken geschreven over de islam. Hele scherpe boeken, hoor. Ik moet ik zeggen, dat herken ik ook wel. Miljoenen van verkocht ook. Ja, maar het is enorm. Dat was een beetje in begintijd van toen die kritiek op de islam en die discussie een beetje loskwam. Mm-hmm. Ze heeft al 3 boeken geschreven en die zijn enorm verkocht en hebben enorm veel controverse ook veroorzaakt. Is ze veroordeeld? En ze is, zij is nog net niet veroordeeld. Ze had wel, ze is niet veroordeeld, maar er werd wel een zaak tegen haar aangespannen. Maar ze had kanker toen en ze is overleden voordat dat tot verdere ontwikkeling kon komen, die zaak. Zij is bekend geworden met een interview met Ayatollah Khomeini. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want wat voor dame het was. Ja, nou, ze was op de een of andere manier een hele succesvolle interviewster. Ja. En ze maakte interviews met de grote der aarde, met Henry Kissinger, met de Shah van Iran. Ja. En de revolutie, over het algemeen pakte die... interviews pakte altijd desastreus uit op de een of andere manier voor degene die geïnterviewd werd. Ja. Ze was een beetje een ontmaskeraar. Zo presenteerde ze natuurlijk niet. Maar dat bleek vaak wel te zijn. Mensen die door haar geïnterviewd werden, die hadden er daarna heel vaak spijt van. En het gold ook voor de Shah van Persie. Waarvan achter, ja. Dat gold ook dus voor de Shah, wat de grote politieke tegenstander natuurlijk was van Ayatollah Khomeini, de latere leider van het Iraanse regime. Mm-hmm. En omdat ze zo'n kritisch interview had gehad met die Shah, dacht dat nieuwe regime... Van nou, kom maar op. Dat is een vriendin van ons. En heeft dus, tegen alle verwachting in, Khomeini, die heeft dus ook een interview aan haar gegeven.
Ja, en op een gegeven moment heeft ze de hoofddoek afgedaan, hè? Dat was de grote... Ja, de eis was dus, dat is denk ik nog steeds zo, ja. dat die... Tijdens het interview deed ze de hoofddoek af, heel demonstratief. Omdat ze vond dat vrouwen er niet zo mochten bijlopen. Ja, althans, nou, het ging eigenlijk als volgt. Dus Khomeini, die had als eis gesteld, of in ieder geval de omgeving van Khomeini had als eis gesteld. De interviewer, die moet dus daar gesluierd verschijnen. Right. Dat deed ze ook, inderdaad. Toen vroeg dus Falacci, die vroeg, nou, waar moet ik hier gesluit verschijnen? Ja. En toen zei Khomeini, gaf een stom antwoord. En zei, nou ja, dat is voor Iraanse vrouwen die dat zelf willen, maar de rest hoeft het niet. En op dat moment, hup, gooi hij is boos weggelopen, geloof ik of niet? Hij is opgestaan en weggelopen, toch? Ja, en zoals Falacci toen zei, lenig als een kat, want hij was toen al heel oud. Lenig als een kat sprong hij omhoog en hup, verliet de kamer. Ja. Maar Falacci bleef zitten. En die zegt, nou, ik wacht net zo lang tot hij terugkomt. En dus het bediend personeel is dus gaan bemiddelen. Dus kom op, ja. Dit en dat. En toen is hij toch weer teruggekomen. Ja. En toen is dat interview is wel... Bijzonder eigenlijk. Heel bijzonder. En daarmee daardoor zijn haar boeken natuurlijk zo goed verkocht. Want het is echt een... Ja. Nou ja, ze wist dus mensen dingen te ontlokken. Goede interviewers kunnen dat. Ja. En ze zeggen dan toch vaak dingen die ze eigenlijk niet willen. Oké, Michel Houellebecq. Michel Houellebecq is een Franse schrijver. Een enorme succesvolle Franse schrijver. Die een echt een bestseller auteur. Met een wat cynische, satirische stijl van schrijven. Die omstreden is geworden met zijn boek Plateforme, waarin hij allerlei figuren aan het woord laat die kritisch zijn over de verbreiding van de islam in Egypte. Right. Er is daar bijvoorbeeld een Egyptenaar die op een gegeven moment zegt, ja, onze geweldige Egyptische cultuur die is helemaal teloor gegaan door die onderdrukkende cultuur van de islam. En sinds dat moment is er iedere keer een spanningsverhouding geweest tussen Houellebecq en, nou, je zou kunnen zeggen, een beetje het islamitisch establishment. Ja. In verschillende delen van de wereld. Ook nu weer. Hè, heeft nu weer een of andere lastige verhouding met de moskee in Parijs. Ja. Is ook al een keertje vervolgd. Is daar wel weer van vrijgesproken. Maar voortdurend dreigen er eigenlijk processen waarbij hij dan... ook het voorwerp van de belangstelling is van de islamisten. Om te kijken of ze hun mond kunnen snoeren. En toen gebeurde er dit bij de zaak Wilders. Ik ga het even voorlezen. Ja. Ik vraag aan jullie. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Waarop het publiek zei, minder. Ja. En dan gaan we dat regelen, zei Wilders. Ja. En toen begon tweede rechtszaak tegen hem. Vertel daar ook iets meer over vertellen. Ja, nou, die rechtszaak, die minder uitspraak. Ja, hij stelt dus een vraag. Ja. De kritiek was wel dat het allemaal geanceneerd was. Dus dat het publiek van tevoren zou weten dat dat gevraagd werd. Hij heeft die vraag gesteld. Wil je meer of minder EU? Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid? Ja, die is erg leuk. Ja, die is erg leuk. Ja, erg leuk. Ja. Willen jullie meer of minder Marokkanen? Ja. Ja, uiteindelijk is hij dus daarvoor veroordeeld. Maar dan is het zo dat de verdediging, in dit geval was dat Gert-Jan Knoops, dat was zijn advocaat, ja. Die kan iemand vragen om een advies uit te brengen als getuigendeskundige. En zij hebben dus mij gevraagd. En ik ben toen begonnen met het schrijven van een beetje een soort van verdedigingsreden, net als de advocaat. Maar ja, dat is ontaard dan in zo'n heel boek, want er is zoveel, verschrikkelijk veel interessants over te vertellen. Ja, dat is het mooie van het boek ook, dat al die zaken met elkaar verbindt. Maar absoluut. Wat ik wilde weten is, kun je zoiets zeggen? Mag ik weer meer of minder? Hoe erg is het werkelijk? Als je dus kijkt naar de letter van de wet, daar is het heel moeilijk om. En ze hebben toch een manier gevonden om hem te veroordelen. Ja, ze hebben hem dus. Ja. Hij is uiteindelijk dus veroordeeld op grond van de artikel 137c en d van het wetboek van strafrecht. Ja. En die stellen strafbaar het aanzetten tot geweld, daar kun je nog iets bij voorstellen, maar haat en discriminatie jegens een bepaalde bevolkingsgroep op grond van het ras van die bevolkingsgroep. En dat is van belang. Ja. Maar Marokkaans is geen ras. Dus nee. Het Marokkaanse ras. Dus dat vond ik dus ook. Ja. Marokkaans zijn, dat is een identiteit. Ja. Je hebt dus in onder die Marokkaanse nationaliteit en identiteit vallen verschillende groepen. Maar het zijn geen... Marokkaans zijn is geen ras. Het is een
nationaliteit. Ja. Toch is hij wel veroordeeld. Ik vind dus dat hij veroordeeld is in strijd eigenlijk met de letterlijke tekst van de wet. Het is heel creatief. Maar goed, de tegenstanders die betogen dan dat in het internationale recht het woord ras extensief wordt geïnterpreteerd, ruimer wordt geïnterpreteerd dan in de zin van een biologisch ras. En dat daar ook allerlei andere dingen onder kunnen vallen, zoals een culturele identiteit en zo. En ik vind dat gek, want je moet je houden aan de Nederlandse wet. En die Nederlandse wet heeft het over een ras. Marokkaan zijn is geen ras, dus hij had vrijgesproken moeten worden. Dat is niet gebeurd. Maar tijdens het proces, ik kan me goed herinneren, zei je van zou het ook strafbaar zijn geweest als hij had gevraagd, wil hij meer of minder Belgen in Nederland? Of wat die meer of minder Duitsers? Ja. Is dat dan ook strafbaar? Of is het midden hele heisje? Dat is nu eigenlijk wel het precedent dat nu dus gezet wordt. Je zou dus moeten zeggen dat dat dan ook kan. Dus dat je ook niet meer in, ik noem maar wat, in Suriname kan zeggen, wilt u meer of minder Nederlanders in Suriname? Ja, dat zou eigenlijk dan ook een strafbaar feit moeten zijn. Ja. Je zou... Maar het is natuurlijk... Het wordt inconsequent toegepast. Men past dat dan alleen toe in deze context van de Marokkaanse nationaliteit. Ja. En andere nationaliteiten zijn eigenlijk min of meer vogelvrij. Als jij meer of minder Amerikanen wilt, dan is dat prima. Ja, Als je meer of minder Russen wilt, dan is dat prima. Sterker nog... Maar Marokkanen zijn zielig of zo, dus dat mag je niet zeggen? Is dat het? Die genieten kennelijk een speciale bescherming in de totaal. Er zijn ongeveer 200 nationaliteiten in de wereld. Maar Marokkanen zijn heel bijzonder. Ja, die krijgen een speciale bescherming die andere nationaliteiten niet hebben. Dat is toch eigenlijk wat de merkwaardige conclusie waar we in komen. Kijk, als je dus naar die zaken kijkt, dit was de tweede rechtszaak tegen Wils. De eerste zaak, die was dan voor zijn tegenstanders mislukt, want hij werd er niet veroordeeld. Ja. En het moest en het zou gebeuren. En het ging zelfs zo ver dat Ivo Opstelten, minister van Justitie op dat moment, zich heeft bemoeid met de zaak bij het OM. Ja. Dat is toch wel bijzonder. Ja, dat gebeurt heel weinig. Ja, maar hij is ook een politieke tegenstander. Opstelten heeft het overigens altijd wel ontkend, dat hij zich ermee bemoeid heeft. En daar is dus een hele discussie eigenlijk over. Dat heeft verder. Het is niet goed duidelijk geworden wat nou de ware toedracht was van de situatie. Maar het gaat heel ver, hè? Als je zoals PvdA-politicus je gaat bemoeien om een collega. Ja. Die ook wel beschermd wordt als parlementariër. Ja. Als parlementariër moet je kunnen zeggen wat je wil zeggen. Dat die vrijheid hebben. Ze mag gewoon niet veroordeeld worden voor wat je zegt. En dit heeft een beetje doorbroken ook, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je in een rechtsstaat uiterst terughoudend moet zijn tegen het strafrechtelijk vervolgen van een oppositiepartij. Ja. Hè? Dan krijg je natuurlijk een enorme inmenging in het hele politieke proces. De mensen die het oneens zijn met de minder uitspraak, prima, dan stem je niet op deze man. Eigenlijk wat mij betreft de zuivere. Maar het leek me bijna alsof het helemaal opgezet was. Ook. Ik herinner me burgemeesters die voorop liefden om aangifte te doen. We hebben allemaal geanceneerd, lijkt wel een beetje. We hebben er heen en alle media er heel overheen. Ja. En week in, week uit ging het over niets anders. Dat toen ik het zag, die uitspraak, ook natuurlijk verkeerd. Wat mij betreft ook verkeerd dat ambtenaren gaan ijveren om bepaalde mensen vervolgd te krijgen. Ja, ook politieambtenaren, dat hoort helemaal niet. Politieambtenaren die moeten zich natuurlijk neutraal opstellen. Een neutrale staat, neutraal overheidsapparaat op het moment dus dat je allemaal adviezen gaat krijgen van ambtenaren of mensen die gaan demonstratief zelf meedoen met collectieve aangiftes, heb je natuurlijk al een verloedering van het politieke proces, vind ik. Dat is waar. En kijk, als je in Europa kijkt, daar zie je dus echt een wederopstanding van rechtse partijen. Ja. We hebben een hele grote, als je het Europese parlement kijkt, heel veel linkse partijen die met elkaar coalities hebben gesloten. Mm. En rechts wordt een beetje als gekkies weggezet. Nou zijn ze ook wel een beetje gekkies, die rechtspartijen, in de zin dat ze zoveel ruzie maken op die rechten. Ik denk, al die afsplitsingen. Zonde, dat is ontzettend zonde. Ja. Ontzettend zonde. Ik heb dat zelf natuurlijk ook meegemaakt. Want ik was en stem nog steeds op een partij Forum voor Democratie. Toen wij daar bij de vorige statenverkiezingen, binnenkort hebben we weer statenverkiezingen. Bij de vorige statenverkiezingen kwamen wij als de grootste naar voren. Zetels, dus, ik heb dus in de Eerste Kamer gezeten eigenlijk als de fractievoorzitter van de grootste partij in de Eerste Kamer. Nou, dat is nu allemaal verbrokkeld. En dat is heel jammer, want kijk, daarmee, dat is misschien ook wel de tactiek, hè? Verdeel en heers. Als je zegt,
Als je mensen tegen elkaar uitspeelt, met Baudet ook. Met, hè, dat gedoe met zijn WhatsApp ze hebben gezegd over... Ik vind, ja, daar kun je voor kiezen om dat groot op het journaal... Ja, nee, het werkt vrij goed. Er zijn allerlei verleidingen die er dus door... je zou kunnen zeggen door het establishment worden in de aanbieding worden gegooid... om toch bij de club te blijven. En, het lukt rechts niet in Nederland om volgens nog niet. Nee. Maar gaat Wilders te ver in wat hij zegt? Maar Wilders, voordat ik op die vraag antwoord, even de vorige. Het is natuurlijk wel heel erg opvallend. En dat vind ik zelf een hoopvol teken. Dat Wilders, hoewel die eigenlijk wordt uitgekotst door het bestaande politieke establishment... en ook wordt uitgekotst door de NPO... en nooit eens een keertje een klein beetje reclame kan maken via die NPO... terwijl al die andere partijen die kunnen voortdurend daar naar binnen wandelen. Dus dat documentaire is gemaakt voor verkiezingstijd om... Absoluut. Maar, en toch is het vorige keer, tijdens ons vorige gesprek over jouw boek... was hij in de peiling de grootste partij. Dit boek. Dus, en dat is toch inderdaad wel heel erg wonderlijk... dat dat dan toch weer kan. En dan denk ik, dat is toch ook weer enigszins hoopvol. Dus hoewel die NPO voortdurend reclame aan het maken is voor de middenpartijen... lukt het toch deze partij van Geert Wilders toch wel om groot te worden. Nou, dat is weer goed. De Eerste Kamerverkiezingen staat hij ook heel goed. Ze zijn geloof ik 9 of 10 zetels gaan halen. Ja. Dat zou mooi zijn, natuurlijk. Ja. Maar u komt zelf uit een linksmilieu, Universiteit van Delft, Leiden. Ik? Ja. En hoe is het dan ineens misgegaan? Met die universiteit allemaal. Met mij? Ja. Ik geloof niet dat ik ooit heel erg links ben geweest, als ik eerlijk ben. Dus het is niet zo dat ik helemaal zo'n ontwikkelingsgang van links... Het is een linksbolwerk toch, de Universiteit in Nederland. Ik heb maar het is wel... Ik geloof wel dat in de tijd dat ik studeerde... Ik heb rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam... wat vroeger dan de gemeentelijke universiteit heette, aan de UvA... ik geloof dat ik wel altijd een enigszins... moeizaam verhouding had met progressief en links. Nog. Omdat het... maar eigenlijk nog niet eens vanwege de standpunten... maar vanwege de levensstijl. Het drammerige. Ja. Het, je moet bij die club horen. En je mag er niet anders over denken. Het verveelde mij. Maar ook de literatuur die je krijgt... Is ook, zit een bepaalde gedachte achter natuurlijk. Dus het is al vanaf mijn studieperiode dat ik daar enige problemen mee had. Maar dat is wel gaandeweg zijn die problemen wel groter geworden. Ja, ik wil even iets voorlezen uit dit boek. Tweede boek van Wilders. Ik ben het niet eens met wat je zegt, maar ik zal het recht om het te zeggen tot de dood toe verdedigen. Mm-hmm. Wat betekent die uitspraak? Die heeft hij aangehaald namelijk in het Wildersproces. Ja. Het is een apocryfe uitspraak van Voltaire. Ja. Dus Voltaire heeft het niet nog, helemaal letterlijk... Niet zo gezegd, hè? Niet letterlijk zo gezegd, maar het is wel helemaal in de geest van Voltaire. Ja. En wat daar met die uitspraak geformuleerd wordt... dat is het belang van verdraagzaamheid in het Nederlands. En tolerantie. Of tolerantie, afgeleid van een Latijnse term. Mm-hmm. En wat er eigenlijk op neerkomt, dat is dat je... Dat je ervan uitgaat dat het van belang is... dat een ander ook zijn punt mag maken... Ja. Hoewel je het daarmee oneens bent. Ja. En je ook de macht hebt om die persoon te onderdrukken. Dat is ook van belang. Ja. En kijk, als een machteloos persoon die zegt... nou ja, je mag het zeggen, maar je heeft geen macht. Dat is natuurlijk, stelt niet veel voor. Maar iemand die dus in een machtige positie zit... laten we zeggen, een Romeinse keizer... Hè, die kan je zo de arena ingooien voor wat je geschreven hebt. Mm-hmm. En die dan toch zegt... nee, dat doe ik niet. Want ik vind het van belang dat ik ook Romeinse keizer tegengesproken kan worden. Hè? En dat is eigenlijk wat je hier ziet. En daarmee formuleert Voltaire dus iets... waarvan hij hoopt dat de koningen in zijn tijd... Hè, de Franse koningen in zijn tijd, dat ter harte zouden nemen. Dat gebeurde niet. Maar er waren wel een aantal hoopvolle tekenen. Frederik de Grote was de koning van Pruisen bijvoorbeeld. Die onderschreef dat in ieder geval ook wel in naam. Hè? En zo geleidelijk aan zijn er ook wel andere mensen naar voren gekomen. Maar zijn wij als Nederland intolerant geworden dan? Kijk, tolerantie betekent nu natuurlijk ook dat je iemand
als Wilders vrij moet kunnen laten spreken. Ja. Ja, wij zijn intolerant geworden. Steeds meer. Ja. Dus die deugd van de tolerantie, het cultiveren van die tolerantie, het benadrukken van het belang van tolerantie, dat is steeds meer, steeds minder geworden. En we zitten op het ogenblik in een fase waarin die tolerantie eigenlijk totaal non-existent meer is in het openbaar bestuur. En het ernstige is dat men het niet herkent. Niemand ziet het, hè? Of niemand wil het zien. En het trieste is dat dat komt omdat men ook dat begrip tolerantie helemaal is gaan omduiden. Tegenwoordig, kijk, dit is de klassieke tolerantie, noem ik dat. Maar tegenwoordig zegt men, je moet niks zeggen waar een ander een stoot aan kan nemen. En als je dat doet, dan ben je tolerant. En dat is zelfs zo. Het is weer op z'n kop. Absoluut. Ja. Het is een gedegenereerde vorm van tolerantie. Ja. En die tolerantie, ik wil het eigenlijk niet eens tolerantie noemen, dat is tegenwoordig figerend in de publieke discussie. En het heeft zelfs een plaats gekregen in de jurisprudentie. Ja. Want ook de Hoge Raad, dat is heel triest, die heeft het eigenlijk overgenomen. Dus die zeggen dan, ja, maar die Wilders is intolerant. Want hij zegt iets over Marokkanen, wat wij niet graag willen horen. Nee. Dus is hij intolerant. Wat is dat toch in Nederland dat je niets mag zeggen? Dat is heel slecht. Maar dat is niet waar, want Wilders zou alleen intolerant zijn als hij zou zeggen, ik wil dat Marokkanen niet meer iets mogen zeggen of zo. Maar, weet je wel, dan zou hij intolerant zijn. Maar dat is hij dus niet. Hij zegt gewoon, maar nee, ik... we hebben last van jeugdcriminaliteit. Die jeugdcriminaliteit is vaak gebonden aan Marokkaanse veelplegers. Er zijn gewoon statistieken van. Ja, er zijn gewoon statistieken van. En dat moet je kunnen zeggen. Ja. Dus ik vind dat slecht eigenlijk dat deze uitspraak kan worden onderdrukt. Ja. En niet in de laatste plaats voor de Marokkaanse gemeenschap zelf. Want dat zou nou juist... Het is veel belangrijker voor de Marokkaanse gemeenschap dat men een beetje zicht hierop krijgt. Ja, dat men erkent, sommigen doen het overigens ook wel, dat ze dat wel erkennen, die jeugdcriminaliteit, dat men er wat iets aan gaat doen. Juist. Op het moment dat je dat onder controle zou krijgen, daar heeft die gemeenschap veel meer aan. Ja. Dus nu woekert dat eigenlijk maar voort. Er verandert niks. Ja, behalve dan dat je dus schieten op de pianist heet het dan, dat je dus die criticus, die eigenlijk afschiet. Maar kijk, er is nog iets aan de hand in Nederland, in de wereld eigenlijk, dat je mag geen kritiek op de islam hebben. En als je bijvoorbeeld naar Obama en Trump kijkt, tijdens de, er zijn heel veel mooie voorbeelden te geven van mensen die, Obama wil het niet benoemen, Trump benoemt het wel. Ja. Wat is het toch dat je dat niet mag doen? Ja, het is heel interessant wat je daar zegt. Ook die Amerikaanse president. Ja. Hè? Eigenlijk was Trump die begon de eerste die het deed. Hè? Ja. Want al die presidenten ontkennen daarvoor waren allemaal politiek incorrect. Ja. Zelfs Bush. Hè? Ja. Want Bush wordt dus gezien als een verschrikkelijk rechtse figuur. Maar een van de eerste dingen die Bush deed was meteen... hij begon wel de Irak-oorlog. Maar dus meteen eigenlijk dat allemaal... wordt moeilijk gedaan over het benoemen van het probleem. Overigens denk ik niet dat de islam op zichzelf, dat je die helemaal hoeft te veroordelen. Maar je moet in ieder geval wel het jihadisme, je moet elementen in zo'n godsdienst die tot problemen aanleiding geven, die moet je durven te bestuderen, durven te analyseren, durven te benoemen. Juist. Om er vervolgens iets mee aan te kunnen doen. Dus ik zou zeggen, je moet het islamisme, hè, de politisering, de politieke kant van de islam, hè, dat moet je tot voorwerp van onderzoek kunnen maken, ook aan universiteiten. En dat moet je bekritiseren in de politiek. En je moet maatregelen nemen dat je als land weerbaar wordt tegen dat islamisme. Het gebeurt niet. Nee, ik vind dat dat niet gebeurt. Nee. Ik denk dat we al 20 jaar lang bezig zijn met het onderdrukken van de mensen die de kattenbel aanbinden. En dat zijn Geert Wilders, dat zijn Ayaan Hirsi Ali, dat zijn sommige andere mensen in Nederland. Ik hoop dat ik zelf ook een beetje mijn bijdrage geleverd heb. Er is nu een boek verschenen van een hele jonge schrijfster, een Turkse schrijfster. Lale Gül, heel interessant. Daar heb ik over gehoord, heb ik niet gelezen. Ja, nou, het is een heel interessant boek, hè. Je hebt in Frankrijk Chador Djavan, je hebt in België Asita Kanko en Darya Savai. Er zijn allemaal mensen die zich daarmee bezighouden. Maar het dringt op de een of andere manier niet door. Men begint vaak die mensen een beetje af te kraken. Ja, wat heel snel. Heel raar. En het gaat dat vind ik heel gek. Het gaat onmiddellijk over andere dingen. Hè? Ik heb dat zelf heel erg
sterk meegemaakt dus met Ayaan Hirsi Ali, toen die in 2002 zich een beetje begon te roeren. Ik heb dat heel bewust meegemaakt. Ik dacht, wat is dat toch? Die, dus eerst zei men, maar ze heeft het zelf niet geschreven. Het zijn witte rechtse mannen die haar stukjes schrijven. Want die mevrouw kan helemaal niet schrijven. Dat is gewoon echt flauwekul, ja. Ja, bleek dat, ja. Nou, later bleek dat natuurlijk flauwekul. Ja. Oké, dan stopt dat weer. Dan is het, maar ze heeft gelogen over hoe ze Nederland is binnengekomen. Wat wel klopt, maar wat een beetje irrelevant is. Niet te maken met het hoofdpunt. Ja. Of, ze heeft een andere agenda dan alleen maar dit. Het blijft maar doorgaan. Het is wel alsof er op het moment dus dat onderwerp, dat tere onderwerp besproken wordt, dat er altijd een rookgordijn wordt opgetrokken met allerlei afleidingen. Waarom is dat? Want waarom gaan we niet over in debat met elkaar? Want dat gebeurt dus helemaal niet. Als je naar de Tweede Kamer nu kijkt, dan zie je dus, Wilders zegt iets, en iedereen wordt weer boos hoe hij het zegt. Ja. Het walgeluk, tenen krom, met allemaal van die. Ja. Want, dan denk ik van, jongens, ga er nou eens een keertje op in. Ja, dat is inderdaad waar. Het is overigens wel, er is een zekere, dat is dan misschien al eerst goed, er is een zekere vermoeidheid ook opgetreden met het kritiseren van Wilders. Want hij wordt tegenwoordig niet meer zo hard gekritiseerd. Nee. Hij wordt meer genegeerd. Omdat hij dus omdat PVV de grootste oppositiepartij is in de Tweede Kamer. Mag ik vind het heel eng. PVV altijd beginnen. Ja, maar is wel leuk. Dus alle grote parlementaire debatten die beginnen met inbreng van Geert Wilders. Dat is een hele luxe positie. Die had ik een tijdje in de Eerste Kamer. Ja. Toen we de grootste oppositie... Mag je standpunt mocht je beginnen. Dat was leuk. Dan kan je een beetje de toon zetten. Dat deed Wilders dus ook in de Tweede Kamer. Wat is het dan? Het is een spervuur aan verwijten die hierover die mensen... Ze komen allemaal even een plasje doen, hè? En dan zie je dus het kabinet over het algemeen. Ja, die als geslagen honden zitten ze zo bij. Weet je wel. Ja. Maar er komt niks terug. Nee. Ze wachten gewoon af tot dat is ook de reden dat die partij de regel ophoudt. Ja, dat is natuurlijk de reden dat die partijen ook zo groot worden. Ja. Omdat er dus heel dat zo raar op wordt gereageerd. Kijk, Baudet heeft natuurlijk die... Ja. He, die overwinning in de Eerste Kamer die is ontstaan dat Baudet iets nieuws te bieden had. En later is hij weer weggezet als racist. Ook natuurlijk een antisemiet. Nee, op dit moment richt zich dus die politiek correcte kritiek, die woke-kritiek, die richt zich eigenlijk op de. Nu denk ik op Baudet. En vroeger dan weer op Wilders. Maar goed, dat kan weer veranderen, hoor. Maar de rode draad is wel dat men niet wil ingaan op de punten die naar voren worden gebracht. En dat er altijd iets anders wordt gezocht. Nu heeft u iets beledigends gezegd. Nou, je hebt tegenwoordig natuurlijk ook een beetje dat als jij iets beledigends zegt, dan is dat op zichzelf het allerbelangrijkste argument dat de hele discussie gaat overheersen. Ja. Dat is natuurlijk ook al gek, hè? Dat is, er zijn gewoon geen antwoorden op de problemen die Wilders benoemt. Dat is gewoon een feit. Ik denk dat ook. En dan is het natuurlijk ook wel makkelijk om dus die kaart van de beledigde status te trekken. Ja. Dat kan strategisch handig zijn. Ja. Toen dus vorig jaar dus het hele kabinet opstond en wegliep uit de Tweede Kamer naar aanleiding van een vraag van Baudet over de opleiding van de minister van Financiën, mevrouw Kaag. Hij had ineens afgemaakt. Hè? Hij zei van dat instituut staat bekend, dat MI6, dat is de Britse geheime dienst, daar. Ja. En toen stond ze om heen te kijken en ze stond ze op. Ja. Ook een kabinet, denk ik. Uniek moment in de Nederlandse geschiedenis, want over het algemeen geldt natuurlijk artikel 42 lid 2 van de grondwet. De koning is onschendbaar, zou zich dus ook niet met politiek bezig moeten houden. Ook iets wat in verval is. Maar het tweede deel is, en de ministers zijn verantwoordelijk. Dus de ministers zijn verantwoordelijk. Ten opzichte van wie? Ten opzichte van die Kamer. Je moet dus ze verantwoordelijk afleggen. Zijn ook de gast in de Kamer. Het kabinet is de gast. Dus de gast zegt, ik ga weg. Dan loopt de Kamervoorzitter helemaal in paniek achteraan. Ja, die heeft dan even blijkbaar wat besproken. Totaal gek. Het als argument voerde daarbij, voerde de minister van Financiën, mevrouw Kaag, die voerde op dat ze beledigd was. Nagaan. Ja. Ze is dus beledigd. Dat is typische woke-taal. Ik word beledigd, dus ik ga weg. Terwijl er gewoon een vraag wordt gesteld. En er is ook wetenschappelijk bewijs dat het echt zo is. Ja. MI6 werkt ook heel erg op dit. Dus weet je, laat niet doen alsof het uit de lucht komt vallen. Zeker, tuurlijk. Dat is inderdaad waar. Ik ben er overigens nu een interessant boek over aan het lezen. Over die MI6 kan ik misschien straks iets over vertellen. Maar mevrouw Kaag die stond daarna in de coulissen ten opzichte van de parlementaire pers, jouw collega's. Ja. En toen
Nou, had ze een enorme vloede borst. Toen ging ze het allemaal uitleggen. Uitleggen, dit, ja. En dat en zus en zo. Dus dan, bizar, dan, dus, okay, ja, voor de Nederlandse democratie een hele gekke situatie. Ja. Dan is dus de plaats waar de verantwoording afgelegd moet worden... in de Tweede Kamer, die loop je die uit. Ja. Om ten opzichte van een eigen gekozen gremium... Ja. Wat parlementaire journalisten... die uit haar hand aten. Die helemaal geen kritische vragen meer stellen. Arme Kaag. Ja. Ja, 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 bent u heel erg beledigd of verschrikkelijk beledigd? Nou, het zit er net tussenin. Ja, maar dat is wel een beetje de trend natuurlijk, hè? Ja. Er wordt weinig, ook over dit onderwerp, juist islam, migratie. Ja. Een grappig voorbeeld, een vriend van mij, die is de consul-generaal van Saoedi-Arabië in Brussel. Hmm. En toen dit boek schreef over Wilders, zei ik geef je groot gelijk. Goed boek. Wow. Want ik snap het heel goed. En wij begrijpen niet dat er zo fel op die man wordt gereageerd. Ja. Wij als Saoedi-Arabië hebben er ook mee te maken. Met radicale islam. En dat mag je best benoemen. Ja. Dus dat is gek is eigenlijk hoe van buitenaf... Dus je vraagt je wel eens af, wat zit er nou achter om dat gesprek niet aan te gaan? Nou ja, er zit natuurlijk ook... ik ben nu aan het speculeren, hè, maar niettemin. Ik heb er heel veel over nagedacht, over dit probleem. En ook 10 jaar lang over geschreven. Niet alleen dit boek, maar ook allerlei andere boeken. Dus ik heb er wel... ik heb heel wat opvattingen daarover de revue laten passeren in mijn eigen hoofd. Ja. Kijk, één ding, wat ik wel begrijp, dat is dus of denk te begrijpen, dat dat geweldsprobleem een onopgelost probleem is. Hè? Als, zeker. Als het zo is dat in 1989 meneer Salman Rushdie een boek schrijft en hij kan dus decennia daarna nog steeds op een toneel een mes in zijn keel krijgen. Dat is goed mis, hè? Dan is er iets goed mis. Ja. En ook dat de autoriteiten dat niet hebben opgelost. Nog de Duitsers, nog de Fransen, nog de Engelsen, nog de Nederlandse. Ja. Helemaal niemand. Nee. Het geeft dus eigenlijk aan dat je hebt te maken... je hebt met een probleem te maken... wat al die ministers van Justitie en Veiligheid... nadruk op veiligheid, gewoon niet kunnen oplossen. Of geen wil hebben om het op te lossen. En ze weten niet hoe ze het moeten doen in ieder geval. Er ontstaat dan een verlegenheid met het probleem. En wat is dan als bestuurder de beste uitkomst? Dat je net doet alsof het probleem niet bestaat. Ja. Of als dat het probleem ligt bij degene die, zogezegd, het geweld uitlokt. Ja. Dus men denkt dan, het is heel ingewikkeld om ten opzichte van zo'n... Kijk, die jihadisten die aanslagen plegen, die kunnen we niet controleren. Dus dan denkt een bestuurder, die denkt, nou ja, maar misschien kunnen we meneer Wilders... ervan overtuigen dat hij niet van die nare dingen moet zeggen. Of mevrouw Eerzi Ali ervan overtuigen dat ze niet zulke nare dingen... We zouden eigenlijk ook wel tegen meneer... tegen iedereen die ook maar de geweldsplegers een stroopreet in de weg legt... als we die nou het zwijgen kunnen opleggen... dat zijn redelijke mensen, die beginnen niet meteen te schieten. Hè? Dus dan schieten ze in die kramp van... je hebt het een beetje op jezelf afgeroepen... als jij doorgaat hier, op de weg waarop je nu zit... Alleen met Wilders is het natuurlijk zo. Ja, hij zit nu al zo lang in een bewakingsregime. Daar zit hij waarschijnlijk tot de rest van zijn leven zit hij daar eigenlijk in. Ja. He, dat is een krankzinnige situatie natuurlijk. Dus hij is eigenlijk tot een levenslange gevangenis veroordeeld. He, absoluut. Hij zal zich niet meer laten intimideren. En wat wij dan doen, dat is telkens als er weer eens iemand komt hier... vanuit Pakistan of Afghanistan of waar dan ook... Zo komen verschillende van die mensen zitten nu in Nederlandse gevangenissen... vanwege dus onderschepte pogingen om hem te vermoorden. Die zeggen we, die stoppen wij dan in de... in de gevangenis. En dan hopen we maar dat het eens ophoudt. Dat is eigenlijk een beetje de situatie waarin we zitten. En er ligt nu een wetsvoorstel in de Kamer... Ja. Om politieke partijen te kunnen verbieden. Ja. Ergo, Wilders. Ja, misschien jij. Ja, dat is een gevaar, ja. Dat is hoe ziet u dat? Net voor de kerst is er een wetsvoorstel ingediend. De wet op de politieke partijen. Mooi titel. Dat gaat heel veel over partijfinanciering. Wat die transparant zou moeten... worden. Dat vind ik overigens. Er staat veel meer in nog. Maar er staat ook dus een heel belangrijk artikel 86 in... dat aangeeft dat bepaalde politieke partijen... zouden moeten kunnen worden verboden... als ze grofweg de democratie ondermijnen. Hoe dan? En wie bepaalt dat? Ja, de procureur-generaal bij de Hoge Raad zou dat dan bepalen. En dan...
ja, ik denk dat dat erg gevaarlijk is inderdaad voor partijen als de PVV en FVD. Ondemocratisch wat er is om een partij te verbieden. Tenzij de partij oproept om mensen te vermoorden of zo. Maar als het binnen de marge blijft... Precies, dat is inderdaad waar. Ben ik helemaal met je eens. Ik wil niet uit... Daar kunnen we zo misschien over hebben. Ik wil niet uitsluiten dat in hele zeldzame gevallen... wel een partij verboden kan worden. Maar dit is heel vaag, de democratie ondermijnen. En er wordt al heel snel van gesproken... van het ondermijnen van de democratie. Als jij iets zegt... Beetje gechargeerd. Maar wat onwelgevallig is aan deze regeringscoalitie... Dan ben je een gevaar voor de democratie. Ja, dan ben je een gevaar voor de democratie. En dat... Wat zit er achter dat wetsvoorstel? Dat opeens was er een wetsvoorstel en... Het komt een beetje uit D66-kring. De Partij voor Democratische Vernieuwing. Ja, dit is wel een stukje van democratische vernieuwing. Dat moet je toegeven, Arthur. Maar de minister van Financiën, mevrouw Kaag... die heeft ook al in een onlangs gehouden lezing in Den Haag... voor haar eigen aanhang, heeft ze aangegeven... Dat ze het inderdaad ook niet... dat ze inderdaad dit een hele belangrijke wet vindt... omdat de strijd moet worden aangebonden... met wat zij dan noemt extreem rechts... Dus zij heeft al uitgesproken van deze... Die partijen, die willen we aanpakken, juist. Die willen we aanpakken. Zij heeft het niet over islamisme. Of GroenLinks bijvoorbeeld, of radicaal links. Dat al helemaal niet. Het gaat haar om extreem recht. Ja. Heeft ze zelf gezegd. En de minister van Binnenlandse Zaken die heeft toen gezegd... het gaat niet speciaal hierover. In het algemeen moeten we dit in onze gereedschapskist hebben. Maar de minister van Financiën, mevrouw Kaag... die heeft haar kaarten al op tafel gelegd. Vind ik het ook worden, dit. Het is enger. Ja, zeker. Partijen verbieden, heb ik een heel naar... Het paradoxale is natuurlijk dat deze wet... eigenlijk een van de belangrijkste instrumenten is... voor de ondermijning van de democratie. Juist. Dus het is een enorme tegenspraak. Ja. Deze wet is een wet die het mogelijk gaat maken... om politieke partijen te verbieden... is zelf eigenlijk een enorm gevaar voor die democratie. Ja. Want wie gaat dan bepalen of... Kijk, dat is dus enger. Wat is extreem rechts? Dat is net hoe je bekijkt. Ja, ik vind dus extreem recht. Ik vind extreem rechts, dat is een. Dat ademt. Dat hangt een beetje de sfeer omheen van geweld, nazisme. Ik vind dus dat je nog FVD, nog de PVV extreemrechtse partijen mag noemen. En dat deze partijen moeten ook afstand nemen. Van een eventuele klacht. Hebben ze ook meerdere malen gedaan, volgens mij. Ja, dat gebeurt ook dat wel. Doen ze wel. Ja. Maar het is heel populair natuurlijk. Het is een wat vage term waarmee je de ander kunt besmeuren. En daar wordt vooralsnog dankbaar gebruik van gemaakt. Maar je moet het gewoon van je af... Je moet het van je afgooien. En zeggen dat het smaad en laster is. Zou het worden aangenomen, dat wetvoorstel? Ik denk dat dit toch niet wordt aangenomen. Reken ik op. Ik denk wel dat... je weet het niet. Het verbaast me niet als het wordt aangeraakt. Je moet in ieder geval... je moet er hopen dat er ook wel... ook ter linkerzijde partijen zijn... die zeggen, wacht even, dit voelt niet goed. Laten we zeggen de SP, de socialistische partij. Dan wordt bijvoorbeeld vaak gezegd... dan heb je populistisch rechts. Dat zijn dan FVD en PvdA. Maar populistisch links, las ik nu. Prima. Eigenlijk moet je dan hopen dat die flanken... dus dus rechts en links elkaar kunnen vinden. En jongens, dit is heel gevaarlijk. Hè? Want dit kan voor elke partij een probleem gaan vormen. Ja. Eigenlijk, als je helemaal doorexerceert... elke oppositiepartij kan verboden worden. Hè? Maar elke oppositiepartij heeft een andere visie... over de inrichting van de democratie dan de regeringspartij. En hoe wordt het dan uitgelegd? Dus even voor die wet wordt aangenomen, even hypothetisch gezien. Wie gaat er dan naar de rechter als iemand om een partij te verbieden? Is dat dan partijen gaan naar de rechter of mensen? Zo'n procedure kan dan begonnen worden... door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Want die vindt dat er iets gezegd is? Die zou dat kunnen doen, ja. Uit zichzelf? Maar die wordt natuurlijk ook een beetje aangejaagd door het maatschappelijk debat. Mm-hmm. Hè? Dus dat is gevaar ook natuurlijk, dus. Natuurlijk, het Openbaar Ministerie is natuurlijk niet ongevoelig voor de
ja, hoe zou ik het zeggen, voor het maatschappelijk debat. Kijk, als in het maatschappelijk debat, als iedereen zegt, nou, er hoeft niks te gebeuren, gaat natuurlijk niet helemaal in zijn uppie een procureur-generaal. Nee, lijkt me niet. U gaat dan beginnen met zo'n procedure. Maar met zo'n Wilders-Marokkaan-uitspraak, dat zou een mooie aanleiding zijn. Nou, absoluut. Meneer Wilders, komt u maar eens eventjes... Ja, natuurlijk. En hij is al veroordeeld. Ja. Dus nou, als hij weer zoiets doet... Ja, pas nog op wat je zegt. En dan, dan belemmeren ze eigenlijk dus de vrijheid van meningsuiting. Ja. Dat is ook intolerant. Absoluut. En het gaat zelfs nog verder dan dat. Het gaat eigenlijk niet alleen over de vrijheid van meningsuiting, maar het gaat over de existentie van die partij. Want je verbiedt een partij. Ja. Dus de hele partij moet weg. Dat is natuurlijk nog meer dan dat je zegt, nou, ze mogen bepaalde dingen niet zeggen. Het is, nee, gaat heel ver, hè? Gaat heel ver. Ja. En elke dictator in elke... begint ook altijd eerst met partijen te verbieden. Dat deden de nazi's natuurlijk ook. In het Midden-Oosten, de baatpartij in Syrië. Precies, en al die gebieden. Uiteindelijk wil je een éénpartijen... Ja. staat hebben, nou willen zal waarschijnlijk deze zussen zeggen, nee, dat willen we niet, mogen wel verschillen. Wow, dat is een enorm bloeiend middenveld, maar ik geloof dat niet. Ik vind het heel gevaarlijk. Ik geloof het ook deze niet. Wet moet beslist niet worden aangenomen. Nee, dat lijkt me ook niet. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan, leuk dat je... Als u nog een goed boek zoekt, dan kan ik dit boek absoluut aanraden. En volgende keer zit u weer aan de andere kant, denk ik. Zit ik, wordt ik ondervraagd wellicht? Ja, dankjewel. Wie weet. Dankjewel. Fantastisch.